Mijn zus is altijd heel erg rommelig, maar ook echt extreem. Ze laat altijd overal wel wat liggen of ze is dingen kwijt. En als mijn ouders er dan wat van zeggen, dan zegt zij altijd dat zij er niks aan kan doen, dat zij het slachtoffer is. Dat het de schuld is van mijn moeder, omdat zij vroeger ook altijd heel rommelig was en dat zij het van haar heeft geërfd. Maar dan denk ik, dan geef je dus wel de schuld aan mama. En als mama nou de schuld geeft aan haar ouders, en haar ouders ook weer de schuld geven aan hun ouders, en hun ouders ook weer de schuld geven aan hun ouders, en dan komen we echt uit bij een of andere mensenaap. Lekker makkelijk, dan heeft de mensenaap de schuld van de rommel van mijn zus. Ik vraag me af, wanneer kan je zeggen, ja, zo ben ik nu eenmaal, daar kan ik niks aan doen. En wanneer nou echt niet? Wanneer ben je nou eigenlijk echt verantwoordelijk? Goeie, Lois. Lastige vraag, inderdaad.